Hey, goedemorgen. We staan vandaag weer bij een nieuw watertje. Een van de vele die nog op mijn lijstje stond. Normaal staat hier heel wat meer water hier. Nou, dat is vandaag wel anders. Het is nog steeds gort droog. Er moet echt eens regen gaan vallen. Maar voorlopig gaat de echte regen nog niet komen. Maar goed, kan in mijn voordeel werken, kan in mijn nadeel zijn. Er is nou gewoon minder water, dus de vis die is wel geconcentreerd. Maar goed, als het dermate laag is dat er weinig zuurstof in het water zit en de vis al moeite hebben om gewoon te overleven, dan kan het weer in je nadeel werken, want dan eet ze gewoon niet. Nou, hopen dat dat niet het geval is. Ik kwam hier aan en zag gelijk flink wat bellendekens. Als ik naar de grootte van de bellendekens kijk, dan denk ik ook dat hier karper zit. Ja, die hoop ik natuurlijk eentje te vangen vandaag. Ik begin met wat maaien met een piertje. Een spinhengeltje bij. Die heb ik voorzien van een haakje. Een klein loodje van 7 gram. Ik heb toch wat stille vissen. Natuurlijk wel verschil, geen klein steentje het water in gooien of een dikke baksteen. De maaien zijn al afgesnoept. Nou, ik probeer nog even 2 piertjes. Anders hangt er even een kleine haakje aan. Kijken of we dan wel een visje kunnen vangen. Daar gaat een dobbertje. Voelt als brazen. In ieder geval vis. Ik zie hele lome karpen. Misschien een zilt. Het blijft wel lang onder voor hem brazen. En ik denk dat het een zilt is. Ah nee! Nee! Jongens, dat meen je niet. Tikkie. Nou. Biertjes dus. Ja, dat is de karper. Waar gaat die heen? Waar gaat die heen? Jongens? Ja, dat is een karpertje. Ja, dat is wel. Ik dacht dat hij niet zo heel groot was, maar als ik de boeg zo zie, dan misschien toch wel een mooi karpertje. Elke karper is mooi, daar niet van. Maar... ik heb hem nog niet goed kunnen zien. Het water is zo groen dat
Na een centimeter zie je al niks meer. Yes! In het net. Dat is toch een leuk karpetje. Nou jongens, leuk karpetje. 60 is hij. Op het spinhengeltje met de nieuwe constructie. Nou, het werkt zoals we zien. Ja, die had ik eigenlijk niet meer verwacht. Ik dacht, die beesten zetten allemaal al stress. Die hebben er geen zin in, maar... Toch een leuk karpetje. Staat hier een grote stiermaat gapen. Eerlijk zeg ik daar niet heel vrolijk van word. Kom op meneer de stier. Dat is even ergens anders chillen. Ass motherfucker. Kom maar de rest van je kudde. Roep hier. Zo'n tongen hebben we best. Kracht, niet normaal. Nou, uiteraard niet waar ik op hoopte, maar het is wel een flinke. Chinese wolhandkrab. Ik heb dit jaar al eerder een keer een kleintje gevangen. Deze is aanzienlijk groter. Nou, de wolhandkrab, dat komt natuurlijk van dat wol dat hier op zijn scharen zit. Of een messer of een krab. Het is gewoon een vis, jongens. Als we het voelen en zilt, die willen ook nog wel eens heel voorzichtig zijn. Ja, zilt. Ziltje. Nou jongens, leuk klein ziltje. Ja, ik dacht eigenlijk dat het een krab was, maar het was gewoon een hele voorzichtige zilt. Ja, leuk. Tweede visje van vandaag. Een ziltje. Ook altijd leuk om te vangen. Verkeerde kant, jongen. Ja. En toen was het alweer tijd om in te pakken. Ja, leuk watertje. Ik heb lekker gezeten. Lekker in de natuur. Er gebeurt van alles om je heen. Inclusief stieren die je aankijken. Boos aankijken. Ja, zit ook leuke vis op. In ieder geval karper en zilt die hebben we gevangen. Ja, brasem had ik ook veelvuldig hier verwacht, maar geen tekenen van brasem gehad. Ik denk dat die eerste losse dat ook een zilt was. Dat was net iets sterk voor brasem. Ja, ik ga volgende week een weekje naar Frankrijk. Dus dan zal het niet in Nederland gevist worden. Maar ik denk de week erop dat ik dan hier even terugkom. Ik ga de boel inpakken en
Ik zie jullie later.